4 goed gebruikte voertuigen gehad. En ik kan u zeggen, we gaan ze heel goed gebruiken. Ze zijn echt op het juiste moment gekomen. En waarom ik zeg dat ze op het juiste moment zijn gekomen? We zitten nu met een probleem waarbij 4 voertuigen defect zijn. Dus 4 posten zitten zonder voertuigen. En toevallig hebben we vandaag in gebruikname of sleuteloverdracht van deze 4 goed gebruikte voertuigen. Ja hoor, ik feliciteer u met deze voertuigen namens Camry 5 en RTE Suriname. Een blije dag vandaag voor het Korps Brandweer Suriname. 4 goed gebruikte blusvoertuigen overgedragen. Wat betekent dat voor ons als korps? Het betekent een druppel op een hete plaat. Maar we weten met z'n allen dat deze 4 voertuigen bij lange na niet genoeg zijn om de dekking te geven landelijk. Ja, per dag dan praten we over Paramaribo en omstreken hoor. Niet echt landelijk, Nikeri, Coroni. Dat kunnen we zeker meer dan 100 keren uit in deze droge periode. De mensen blijven maar vuil branden. Je hebt soms bosbranden die bewust door mensen worden aangestoken. Soms gebeurt het ook onbewust dat iemand met een sigaret een peukje kan gooien. Of het gebeurt ook door de natuur. De geschiedenis van deze 4 goed gebruikte blusvoertuigen dateert van 2019. Wat toen al was aangegeven dat wij voertuigen nodig hebben en de aankoop zou moeten geschieden. Echter zien we dat pas in 2023 deze voertuigen zijn aangeschaft. En waren het niet dat het bestuur helemaal bij de president moest gaan en daar op tafel moest gaan staan om te bewerkstelligen de betaling via het ministerie van Financiën om de gelden over te maken naar de firma Camry om de voertuigen aan te schaffen. Jammer dat het zo lang heeft geduurd, maar gelukkig, we kunnen nu beschikken over tenminste 4 voertuigen. Mag ik u namens de minister van Justitie en Politie de sleutels van de 4 blusvoertuigen overhandigen? Rekening houdende met de precaire financieel-economische situatie van ons geliefd Suriname, hebben wij bewust ervoor gekozen om goed gebruikte blusvoertuigen aan te schaffen. Zo heeft het KBS in 2019 4 goed gebruikte blusvoertuigen bij het bedrijf Camry in Nederland gereserveerd ter aanschaf. De financiële afhandeling heeft in juli 2023 plaatsgevonden. En het licht in de tunnel begon te schijnen. Zeker weten, een mentale verlichting voor ons als korps. 4 goed gebruikte blusvoertuigen van het merk MAN. De voertuigen zijn aangeschaft voor een bedrag van ongeveer 390.000 euro's. Wij willen van deze plaats uit wel benadrukken dat met de implementatie van deze aanschaf de problematiek voor wat betreft bedrijfszekere uitrukvoertuigen nog niet is opgelost. Op dit moment zijn wij geconfronteerd met de situatie waarbij een groot deel van de uitrukvoertuigen in een slechte technische staat verkeren, waardoor de veiligheid van het uitrukpersoneel in gedrang kan komen. Hey! Het proces van afschrijven en vervangen van de uitrukvoertuigen is reeds ingezet. Het wagenpark wordt met kunst en vliegwerk in stand gehouden door de technische dienst, zodat bij calamiteiten adequaat opgetreden kan worden.
We kunnen 4 voertuigen krijgen, maar we kunnen aan veiligheid van ons personeel. Die mensen zijn niet goed gekleed. PSU, not de, Lars, not de, dis, not de, dat, not de, en zo kunnen we verder gaan. Zoals eerder aangegeven, zijn de blusvoertuigen zonder bepakking aangeschaft. Dus op dit moment wapens zonder munitie. Maar zoals u weet, zijn de aanbestedingen met betrekking tot materialen ten behoeve van brandbestrijding hulpverlening en ook persoonlijke standaarduitrusting gehouden in 2019. Beide aanbestedingen zijn thans in de laatste fase beland, waarbij door het ministerie van Financiën de middelen vrijgemaakt moeten worden. En als we terugtellen, dan zien we dat wij 4, straks 5 jaar achter zijn om zaken aan te schaffen voor het Korps Brandweer Suriname. En wij van het bestuur, we zullen elk moment aangrijpen om zaken te bewerkstelligen voor ons personeel, voor onze leden. In dit kader is er iets de behoefte aangegeven bij de diverse autoriteiten, inclus de minister van Justitie en Politie. En dan gaat het bij deze over gefaseerd aanschaffen van onder andere blusvoertuigen, watertankwagens, hulpverleningsvoertuigen, hoogwerkers en logistieke voertuigen. Ik denk dat wij, misschien kan de commandant brandweer niet op tafel gaan slaan bij de regering. Maar ik denk dat nu het moment zal aanbreken waarbij wij rechtstreeks zullen moeten gaan dealen met de regering en daar zaken zullen bewerkstelligen om het Korps Brandweer naar grotere hoogtes te brengen. Want zo kan het niet verder gaan. Zowel door de voorzitter als de brandweercommandant zijn aangegeven dat voor een veilige brandweerzorg meer nodig is dan alleen maar voertuigen. We moeten denken aan PSU. Inderdaad moet het personeel goed beschermd zijn. Ik zal het zeker de noodzaak hier aangeven op het ministerie en ook natuurlijk als die mogelijkheid bestaat ook op het kabinet van de president. Nogmaals dank aan de regering Santokki Brunswijk die middelen ter beschikking heeft gesteld om deze aankopen te doen. KBS personeel gefeliciteerd. Ook de Surinaamse samenleving gefeliciteerd. Proficiat.